seks en drugs en vrouwen en mannen en stappen en lekker gekke dingen doen. Welkom bij Mag ik even binnenkijken? En in deze documentaire race gaan we op bezoek bij verschillende subculturen in de stad, vooral voor Hanse studenten. Nou, we kicken af bij de Navigators, een christelijke studentenvereniging uit de stad Groningen, met ongeveer 450 leden. En een van die leden die is hier binnen om ons binnen te laten. Bier en Bijbel staan centraal. Ik ben heel erg benieuwd. Het is koud, man. Binnen. Hoi. Hey, welkom. Nathan. Jorik. Dankjewel, man. Welkom. Nou, daar gaan we. Oh, ik ruik al bier en Bijbel. Hey, kan je me even kort uitleggen, vooral de mensen daar, wat de Navigators precies is? Wat houden jullie vereniging in? Ja, wat houdt het in? Eigenlijk kun je het een beetje vergelijken met bekendere studentenverenigingen, alleen hebben wij nog het christelijke aspect erin. Wat gaan we vanavond doen? Wat staat ons te wachten? We eten eerst samen. Met het hele dispuut doen we iets geestelijks. Vervolgens zingen we nog even met elkaar en dan gaat het dispuut in groepjes uit elkaar. Dat zijn de Bijbelkringen. Daarin behandelen we wat uit de Bijbel. En vervolgens zien we elkaar allemaal weer terug op de borrel. Ik ben heel erg benieuwd. Laten we lekker gaan eten, kring doen en naar de borrel. We gaan ervoor vanavond, toch? Geniet ervan. Top, ja. Dankjewel, dankjewel. Iedereen gaat nu wat eten halen in de keuken. Daar hebben ze heel lang over gedaan om lekker iets voor te bereiden. En we gaan even kijken wat ze hebben voorbereid en of het ook lekker is. Want ik heb wel gebeden voor het eten ook. Dus ik verwacht ook wel lekker eten. Het ziet er lekker uit. Het heeft er al wel eens, het heeft er beter, maar het heeft er ook wel slechter uitgezien. Ik vind het er niet uitzien. Nou, dit ziet er nog best wel goed uit, maar we hebben ook wel eens een keer rijst gehad. En dat was meer een soort van, ja, bijzondere substantie. Eet smaak. Dankjewel. Ja. Mag je even wat vragen? Ja, tuurlijk. Ik zie de vrienden van het huis. Klopt. Leg eens uit. Dit zijn meestal eigenlijk vriendinnen van. Die worden automatisch vriend van het huis. En zeg maar, die gasten die hebben allemaal 50 euro betaald en dan word je vriend van het huis. Wat gebeurt er met die 50 euro dan? Het zit of in de boete of in de tv. Boete? Ik zou een keer op het dak gaan schieten met luchtbuksen. En toen hier tegenover zit een school met moeilijk lerende kinderen. Oeh, zeg maar. Dus die schrokken? Die stonden met z'n allen te springen voor het raam. Hoe oud was je toen? 5? Nee, dat is een jaar geleden. Maar af en toe zijn jullie dus ook wel een beetje gekkies. Dat kan, zo mag je wel zeggen. Ja. Ja, lekker, ik ga even wat eten halen. Goed, eet smakelijk. Yo. Hoi. Hey. Eet smakelijk. Ja, dankjewel. Wil je ook wat, Tom? Ja. Ik ga zo meteen wat voor je halen, ja? Mooi, mooi. Zometeen gaan we een kijkje nemen bij het dispuut half uurtje. En deze week gaat Jorik dat doen. Wat is dat precies, zo'n half uurtje? Je mag eigenlijk gewoon een beetje zelf je thema kiezen. Net waar je het leuk vindt om over te praten. Of wat je denkt dat de groep misschien interessant vindt. Dat christelijk geloof, hè? Hoe is dat zo bij jou gekomen? Ik ben ermee opgegroeid en ik heb het altijd heel interessant gevonden. En merk je dan ook een groot verschil tussen de mensen hier van je dispuut en van je vereniging en de mensen bijvoorbeeld op school? Of... Bijvoorbeeld hier als met mijn dispuut met allemaal christelijk onder elkaar ben. Dat het dan wat minder. Dat je persoonlijke dingen wat minder uitmaakt of zo, zeg maar. Of je. Hoe je eruit ziet en hoe je gedraagt. We zingen. Laat dus wat aardjes nu afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Hebzucht bijvoorbeeld, ik ben best wel eens jaloers. Dat is iemand die zo graag heeft bereikt, wat ik eigenlijk ook zou willen doen. Dat ik dan daardoor minder vriendelijk kan worden tegen hem, omdat ik eigenlijk gewoon heel jaloers ben. Iets wat dus in die tijd ook al was. En wat Paulus toen al zei van, kan daar nou gewoon mee. Ga leven zoals hij vanaf vers 12 zei. In medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, teveel, verdraag elkaar, vergeef elkaar. Jorik heeft net zijn half uur zeg maar de Bijbelstudie even gedaan en iets verteld over de Bijbel en stukken voorgelezen. Voor mij is dat wel nieuw. Maar wat ze nu gaan doen is met z'n allen in groepjes van 3 eventjes bidden met elkaar. En de dingen die je niet zou moeten doen op deze aarde, zoals ontucht, zedeloosheid, lage begeerte, maar ook hebzucht, worden in het gebed met elkaar besproken. Het is toch... enorm moeilijk om op onze leeftijd geen hebzucht te hebben of dat te vermijden. Misschien ben ik heel hebzuchtig, maar denk ik daar niet aan. En nu we dat dan zo met elkaar over hebben, dan word je daar bewust van. En kan je kijken, hey, hoe zou het eigenlijk moeten zijn? Ik moet hier even op aankomen om heel eerlijk te zijn. Want het groepsgesprek waarin Jorik het woord deed, nou, was best wel een hele monoloog. Wat hij wel heel goed deed.
Daarna hebben we nog gebeden, ook intensief. Ook voor mij natuurlijk, ik ben het helemaal niet gewend. En Tom ook niet, dus we moeten een beetje wennen. Maar ik hoop dat het kringgesprek, dat is 5 mensen bij elkaar, de hele groep is opgesplitst, dat dat wat meer interactie is. Ik zit hier naast Bart, toch? Jazeker. Ja, hey Bart, wat gaat er nu gebeuren het komende uur? Kringen, dat doen we 2 keer per maand, om de 2 weken dus. Daarvoor hebben we een boekje. Okay. Er staan bijbelteksten in, er staan vragen in en zo lopen we de avond door. Jullie wel enorm worstelen heel veel. De hele avond wel echt een worsteling. Echt moeite hebben met wat moet ik wel, wat moet ik niet geloven. Sommige dingen mooier verwoorden dan ze misschien zijn, omdat je de hardheid en de gewelddadigheid van hel of wat dan ook een beetje wil vermijden. Is jullie aan één stuk door worstelen met hoe je met dat geloof omgaat op deze leeftijd? Ja, het is ook echt wel een worsteling. Vind ik ook. Geloof is niet makkelijk. Het is niet eventjes iets wat je doet. Het is echt, vooral in dit leven. Ja. Je hebt continu strijd tussen, je hebt continu verleidingen. En daar leer je mee om te gaan. En God helpt je daarbij. Amen. Halleluja. Ja. Praise the Lord. Het hele jargon van dat mag niet en dat hoort niet. Ik weet niet of we dat altijd zo moeten zien. Omdat dat zou God een heel bestraffend God maken. Ja, de hele huisavond zat erop. Ik heb me zeer vermaakt. Het was intensief, spannend, leerzaam. Eigenlijk alles wat ik me ook had voorgesteld. We gaan nu naar de borrel toe. De meiden en Bart lopen al weg. Dus ik ga achter ze aan. En ik heb zin in wat bier in plaats van Bijbel. Op dit moment staan we voor de sociëteit van de Navigators. Ik heb wel heel veel zin in een biertje en een beetje christelijkheid erbij. Maar het is druk joh, gekte. Maar goed, we gaan er zo meteen langs, gaan we lekker naar binnen en lekker die biertjes drinken. Drinken of suipen, ik weet niet wat ze hier doen, maar ik ga het zo meteen wel suipen. Ja, uiteraard. Ja, echt waar? NSG. Voordeel van de bestuurder dat suipen niet gebruikelijk was. De suipen is niet gebruikelijk, we zijn een vereniging met bier en de Bijbel, dus er wordt uiteraard wat gesopen. Toch wel? Ja, toch wel, ja. Toch wel. Hard dan? Nou, niet hard. Maar jij bent wel eens even lekker naar de klotie. Nee, ja. Uiteraard niet. Ben je lekker biertje aan het drinken? Ja, heerlijk. Want de vereniging gaat ook over Bijbel en bier, hè? Ja, dat hoe belangrijk is dat bieraspect dan? Heel belangrijk. Ja. Kan hier wel gewoon? Ja, tuurlijk. Zijn toch student? Maar is dat niet een beetje moeilijk, die grenslijn tussen naar de kloten en nog wel dat christelijk geloof ook? Ik denk dat je dat wel best kan combineren. Je bent jong, je bent student en alcohol drinken mag gewoon. Er wordt er wel eens geregeld hier? Nee. In principe is het niet de bedoeling dat je regelt binnen de sociëteit. Ik ben zo atheïstisch als ik me kan. Wat doe je hier dan? Ik ben met een kameraad mee die hierbij zit. Mag je dan wel hier binnen zijn? Ja, dat mag ik. Voel je je niet verder ongemakkelijk? Nee. Ga je nog een meisje regelen? Dat mag hier niet. Dat mag hier niet. Nee, helaas. Wat doen we hier? Ja, dat zei ik dus ook al. Waarom gaan we hier heen? Maar we gaan later op de avond nog wel. Nou, geniet van je atheïstische geloof. We gaan weer verder. Sommige dingen worden niet besproken, heb ik het gevoel. Ja. Hebben jullie het wel eens over seks bijvoorbeeld? Heel veel. Ja, dat is zelfs een onderwerp dat zoveel besproken is dat ze er nu een beetje klaar mee zijn. Nee, dat echt? Wij vinden kusjes geven ook heel vies trouwens. Dat doe je ook niet. Maar heel veel mensen denken wel bij een christelijke vereniging. Daar zit allemaal heel netjes, liefelijk. Ja. Maar dat is onze. Ben jij maagd? Ja. Allemaal maagden hier. Mooi. Het is alsof het een soort van, we hebben hele leuke levens. Het is niet zo dat wij een enorme gemis ervaren in ons leven. Ik denk dat het heel erg ook een overschat dingetje is. Ik heb die behoefte ook. Maar waarom behoudt het je dan toch om niet over te gaan tot gemeenschap? Nou, omdat ik wacht op de juiste vrouw en tot ik getrouwd ben. Hoe moeilijk is dat? Dat is niet zo moeilijk, want ik hou het al 27 jaar lang vol. Wat voor rol speelt het geloof daarin, dat je dat nog niet hebt gedaan? Alles, denk ik. Als ik niet had geloofd, dan had ik alles waarschijnlijk gedaan wat iedereen zou doen. Weet je waar het om gaat? Nou. Ik denk dat er een veel mooiere wereld voor ons ligt dan waar we nu leven. En ik denk alle 450 leden die dat geloven. Dat hoop ik, ja. Dat zou mooi zijn. Het was een leuke avond. Het was een inspirerende avond. Een avond met Bijbel en met bier. Ik sta hier nu voor de sociëteit van de Navigators. Ik ga lekker slapen. Ik hoop jullie genoten hebben van de uitzending. En maak zelf maar een oordeel. Vond je het leuk of niet? Misschien kan je aansluiten erbij. Ik ga lekker naar huis. Fijne avond.